Goedemiddag, u kijkt naar het Weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 29 maart. En voor deze keer noemen we dat maar het Paasjournaal. Want voor veel mensen staat er een lang weekend op het programma. En dan is het natuurlijk aardig als daar ook mooi weer bij is. Maar helaas, ik moet de mensen toch enigszins teleurstellen. Het wordt toch een vrij kil weekend en ook af en toe behoorlijk nat. Vanmiddag, donderdagmiddag, hebben we nog te maken met een aantal buien die naar het oosten wegtrekken. En vanuit het westen klaart het dan geleidelijk aan steeds meer op. En vanavond, dan zijn er eerst brede opklaringen, maar vanuit het zuidwesten gaat het wel regenen. Vanavond is de passion in Amsterdam en waarschijnlijk houdt hij het gewoon droog tijdens het evenement. Pas later in de avond begint de regen te vallen. En die regen die valt dan ook vannacht en trekt dan morgenochtend het land uit. En morgen, ja, dan ziet het er op zich vrij rustig uit. Er is vrij veel bewolking aanwezig, dat wel, maar de zon breekt ook door in de ochtend misschien nog in het noorden, even een buitje. En later op de dag, dan heb ik het over de late middag en de avond, dan gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het wordt morgen wel zacht, zo'n 10 tot 13 graden, en er waait een matige wind uit het zuidoosten. Ja, en dan het weekeinde, dus het Paasweekeinde. Laten we eens naar de weerkaart kijken wat daar domineert. Dat zijn lage drukgebieden. We zien een lage drukgebied bij Groot-Brittannië. En dat laag dat zorgt voor veel onstabiliteit. Dat betekent dat er zaterdag enige tijd regen valt en dat het later op de dag droog gaat worden. En zondag ook dan zijn er perioden met regen. Zondag op maandag, dan wordt het droog en klaart het op. En u ziet het al, er staat een nul boven Nederland. Het gaat dan licht vriezen in een groot deel van het land. Dus als u maandagochtend, tweede paasdag, eitjes gaat zoeken in de vroege ochtend, kleedt u dan warm aan, want de temperatuur kan zeker landinwaarts nog wel net iets onder het vriespunt zijn. We gaan eens op de kaart kijken hoe dat eruit ziet. Nou, zaterdag, dan hebben we te maken met maximumtemperaturen tussen de 7 en de 10 graden. In het noorden kan het zelfs nog wat killer zijn, wat frisser zijn als gevolg van de neerslag die er valt. Heel misschien zit er nog wel een vlokje natte sneeuw tussen. In het zuiden waait de wind uit het zuidwesten. In het noorden waait de wind uit het noordoosten. En dan zondag, eerste paasdag. Ook dan maximum temperaturen van zo'n 6 tot 7 graden. Maar op veel plaatsen kan er wel af en toe neerslag vallen. En voor de zon is niet al te veel ruimte. En tweede paasdag. Ook dan zien we temperaturen van zo'n 6 tot 7 graden. In het zuiden kan het misschien nog 9 graden worden. De tweede pasdag is nog wel een beetje onzeker. Die begint sowieso droog. Dat wel met wat opklaringen. Dat is die koude nacht van zondag op maandag die we gaan krijgen. En in de middag gaat het dan vanuit het zuidwesten regenen. Maar met een beetje geluk duurt dat wat langer en komt die neerslag pas in de avond. En dan hebben we toch maandag grotendeels een droge dag. En dan kijken we ook nog eventjes na de pazen. want de trend is toch wel dat het geleidelijk aan wat zachter gaat worden. De temperaturen gaan omhoog en ook wordt het geleidelijk aan wat droger. Het ziet er dus allemaal wat beter uit met temperaturen zo rond de 13 graden. En dat is vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Dit weer dat zien we voorlopig nog niet, maar misschien wel later in de periode. Ik wens u nog een hele fijne dag.